Welkom weer bij een nieuwe livestream van Kickboxing Institute. Mijn naam is Karel. Vandaag assisteren we Clannet en Davy mij eventjes. Die gaan alle oefeningen vrijwel alles voordoen. En we gaan eerst even starten, rustig aan met de warming-up. Eerst wat we even gaan doen is rustig aan, even een boklopie, even rustig je knieën omhoog gooien. En dan gaan we in hetzelfde ritme dat we de knieën aan het heffen zijn, gaan we tegelijkertijd eventjes stoten. Al lange directes maken, stoten vanuit je dekking. Doe de knieën eventjes ietsjes hoger, stoten we ook even schuin omhoog. En dan nemen we even rust. Gaan we staan in een lichte spreistand. Onze benen houden we gestrekt, knieën op slot. En dan ga je straks met je linkerhand naar je rechtervoet, hand naar je linkervoet. En dan ga je alles maar door. Gaan we even molenwieken. Zorg dat je voor een goede bovenromprotatie. Kijk elke keer naar de ene kant van het plafond en de andere kant van het plafond. Benen gestrekt houden, knie op slot. En dan komen we weer omhoog. Schud hem weer even los. Doen we onze voeten naast elkaar, doen we heuprotaties, onderlichaam, contra, aan je bovenlichaam. Los, onderlichaam houden stil. Doe een bovenromprotatie. Trek je schouder naar voren, naar achteren. En blijf gewoon naar voren kijken. Dit is straks dezelfde beweging die we willen maken tijdens het stoten. En dan maakt het niet uit of je een directe stoot maakt of een hoek of een opstoot. De beweging blijft allemaal hetzelfde. En schud hem even los, draai onze linkerarm even naar voren. Onze rechterarm even naar voren. Linkerarm even naar achteren. Rechterarm naar achteren. En schud hem even los weer. We hoeven 20 jumping jacks. Doen we op mijn tel. 10 keer. Doen we even een beetje langzaam tempo. 11 tot en met 20 gaan we even een versnelling erin gooien. Klaarstaan. Voor degene die niet weet hoe een jumping jack gaat. Deze doet me even voor. Heel goed. Voeten uit elkaar. Hand boven in elkaar. En dan gaan we... Op mijn tempo gaan we de jumping jack uitvoeren. Klaarstaan? Ja, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en laatst. Zet hem even los. Draai de heupen even los. Grote beweging maken. De andere kant op. En schud hem even los. Neem even de bokshouding aan. Gaan we rustig aan bewegen in de ballen van onze voet. Ja. Links voor, rechts achter. Mijn tel, sta je stil. Gaan we 4 tellen combinatie maken van alle stoten die we kennen. Ja. Op mijn tel sta je stil, doen we een jab, een cross, een uppercut, een right hook. Ja? Dus we doen een links directe, een rechts directe, een linker opstoot, rechter hoek. Op mijn tel, ja? Kom maar bewegen. Doen we ook weer 10 keer. Ja? 1, links, rechts, linker opstoot, rechter hoek.
2, links, rechts, linker opstoot, rechter hoek. 3, links, rechts, linker opstoot, rechter hoek. Voor je uit te blazen. Bij elke stoot aanleren voor jezelf. Elke trap aanleren voor jezelf om uit te blazen. 4, links, rechts, linker opstoot, rechter hoek. 5, links, rechts, linker opstoot, rechter hoek. 5 keer. Te gaan tempo versnellen. Ja, dus je mag meer power in je stoot leggen. En sneller die combinatie maken. Ja, nog 5 keer. 6. Blaas hem uit. Bij elke stoot. 7. 8. 9. 10. En rustig. Even los. Onze voeten doen we naast elkaar. Benen wederom. Hou je gestrekt. Knieën op slot. Ga met gestrekte benen. Ga je proberen je tenen aan te raken op mijn tel. En dan maak je weer helemaal lang. Ja, open heupen. Doen we ook weer even 20 keer. 10 keer. Langzaam. 10 keer. Gaan we het tempo even ietsjes opvoeren. Mijn tel klaarstaan. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en laatste. Heel goed, even los. Voeten naast elkaar, liggen boven naar de knieën. Draaien onze knieën even rond. Vanuit de enkels. Even de andere kant op. En schudden we even los. Even die schouderkop even losgooien. Draai ze naar voren. Achteren. Even op en neer. En schud je even los. De enkels even losdraaien. De andere kant op. Doe hem los, andere enkel. Andere kant op. Schoen los. Dan hebben we weer even de boxhouding aan. Gaan we rustig aan, even intrappen. Ook weer 20 keer op mijn tel. Ziet er zo uit, je gaat die boxhouding staan. Beginnen we met rechts en dan gaan we 20 keer trappen. Ja, dus gewoon rustig aan naar voren. Even die benen omhoog gooien. Mijn tel, 3, 4, 5. Net zolang we bij 20 zijn. Heb je even rust, pakken we daar naar links. En dan gaan we ook weer in je boxhouding staan. Eerst gaan we switchen of doorstappen. Ja. Switch, breng je linkerbeen achter en dan gaan we met links achter elkaar doortrappen. Ja. Tussendoor heb je even rust. Klaarstaan. Ja, boxhouding, handen bij de dekking, links voor, rechts achter. Ja, gaan we beginnen. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en laatste. Schudden we even los. Doen we met links, doen we even hetzelfde. Ja, klaarstaan, handen hoog weer. Gaan eerst switchen, dan doortrappen. Ja, kom maar, switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en laatste. Schudden we even los. Draaien onze nek even los. Grote beweging maken. Ja. Op langzaam alles rond. Gaat van je schouder naar je borst, naar je schouder, door naar je rug. Andere kant op. Schouder naar schouder.
Borst naar de rug. En schud hem even los. Dat is de warming-up. Gaan we nu de eerste bodyweight exercise. Ik wil meteen een mobiliteitsoefening even doen. Planet en Dave gaan hem even uitvoeren. Ik doe hem even één keertje voor. Gewoon even op mijn tel. Ja? Wat je wilt doen, zijn de gestrekte benen weer. Wordt de hamstring steeds gevolgd door een push-up. Eigenlijk heet het de back roll. Ga je met de gestrekte benen die tenen aanraken. Ja, dat komt maar tot hier en laat je straks erin vallen. En loop je op je handen naar voren met de gestrekte benen. Doe een push-up. Kom je omhoog en loop je weer even terug. Ja, we openen weer. In het teen op de volgende tel. Loop naar voren, push up en dan loop je weer terug. 10 keer. Ja. 1. 2. 3. 4, 5, 6, Dave wordt al een beetje moe, zie ik. Mooi pittig voor ons beest. Dolf. 7. 8. Glennet loopt ook nog een beetje te smokkelen. Benen gestrekt houden, Glennet. 9. 10. Heel goed. Heb je een slokje water nodig? Dan pak je nu even een slokje water. We zijn nu aardig warm gedraaid, denk ik. Zo te zien met Dave en Glennet wel. Dus ik denk dat het thuis ook wel goed zit. Neem een slokje water. Dan gaan we straks weer beginnen. Ja? Straks gaan we weer even schaduwboksen. Gewoon ontspannen. Je neemt weer je bokshouding aan. Je gaat weer links voor staan. Rechts achter. Zorg dat je voeten schouderbreedte staan. Handen altijd op je dekking. En dan gaan we straks een combinatie maken. Tussendoor mag je bewegen. Je mag ook stilstaan. Ben je al wat gevorderd, dan ga je gewoon bewegen in de ballen van je voet. Mag je ook verschillende aanvalshoeken pakken. Ja, begin je net, blijf gewoon even rustig stilstaan en probeer je heupen in te draaien, je los van de grond te gooien, wanneer gestoten. Ja, straks gaan we gewoon weer op mijn tel een combinatie maken, een drie tellen combinatie. Doe een jab, cross, jab. Ja, en dan kom je weer terug in je bokshouding staan. Ja, mag bewegen tussendoor, zeg ik straks 1. Doe een jab, cross, jab. Ja, zeg ik 2. Zorg dat je uitblaast bij elke stoot. Ja, doe het straks 10 keer. Eerst even op de plek, daarna gaan we in 3 stappen gaan iets moeilijker maken door te gaan stappen in je stoten. Ja, en dan kan naar voren, naar achteren en of weer vanuit je aanval weer terugstappen. Ja. Klaarstaan. Dus we beginnen allemaal in onze basishouding. Ja, links voor, rechts achter. We doen dus een jab, cross jab op mijn tel. We proberen snel, krachtig, ja, uit te voeren. We zijn nu al warm. Ja. Weg voor het, gaan gewoon rustig gaan bewegen naar boven van onze voet. Yeah. Tijdens de stoten sta je stil. 10 keer. Yeah. Kom maar. 1. Jab, cross, jab. 2. Blaas uit bij elke stoot. 3. Maak ze krachtig. 4. 5. 6. 7. 8. Zorg dat je stoten terugtrekt naar je dekking, vanuit je dekking werken. 9. 10. En dan schud hem even los. Ja. Gaan we straks weer hetzelfde doen. Ja. Weer jab, cross, jab. Alleen doe je 3 stappen naar voren. Ja. Dus bij elke stoot gaan we straks instappen. Ja. Dus bij je linker jab, ja, linker stoot, stap je met links in. Bij je rechter stoot, stap je met rechts in. Bij je linker stap je weer met links in. Ja, als we elke stoot wil je stappen zetten. Gaan we naar de tegenstander toe werken. Ja, jab, cross, jab. Ja, en dan stap je weer terug. Ja, jab, cross, jab. En je stapt weer terug. Ja. Doe ook weer even 10 keer. Ja, dus je werkt naar voren. En daarna stap je weer vanuit de aanvalspositie weer terug naar achteren. Ja.
Weer bewegen, de bal van de voet. Ja, weer 10 keer. Zorg dat je paal vol stoot. Ja, goede krachtige stoot. Een snelle combinatie maken. Ja, 1. En weer terug. 3 stoten. 2. 1, 2, 3. En je stapt weer uit. 3. En je stapt weer uit. 4. Weg vanuit je dekking. 5. Je paal erin, jongens. Snelle combinatie maken. Ja, 6. Heel goed. 7. Heel goed. 8. Heel goed. 9. 10. Heel goed. Kut hem even los. Even diep neus in. Mond uitblazen. Zelfde combinatie weer. Weer een andere variant erop. Nog steeds blijven stappen. Alleen gaan we weer aanval en we gaan weer terug. Ja, uit de aanval. Dus bij jab. In cross sluit je in, bij de laatste jab stap je weer eruit. Ja? Dus het is stap naar voren, één stap in achteren, bij de laatste jab. Ja? Gaan we ook weer 10 keer doen, krachtig werken, naar voren, naar achteren. Ben je nog beginnen, blijf gewoon staan, bewegen, sta je stil. Dan doe je alleen maar 3 stoten op je plaats. Ja? Kom maar, beweeg weer, de bal van je voet. Ja? Weer 10 keer. Ja, 1. 2. 3, 4, iets meer power, iets meer snelheid erin, zo'n 103, 5, 6, 7, 8, 9, 10, heel goed, schud hem weer even los, heb je een slokje water nodig. Dan neem je die even, dus nu even de tijd voor. Wat we nu gaan doen, ja, we beginnen straks in een plankpositie. Claire doet hem even voor, je begint in een plankpositie. Kwartslagje draaien, op de vuist het liefst. Ja. Eerst op de vuist, of op de handen. Ja, de vuist is het moeilijkste, mag hem op de handen pakken, maar in ieder geval een hoge plank, daar beginnen we mee. Straks leg ik even een lichtere variant uit. Die mag deze meteen wel meepakken, die gaat op de elleboog meteen even. Ja. Gaan we straks 20 seconden in de plankpositie. Ja, hoor je het eerste piep gaan, begin je mee. Hoor je het tweede piep gaan, gaan we 10 seconden. Gaan we mountain climbers doen. Dus elke keer je knieën optrekken naar je handen toe, achter elkaar door. Dus in de plankpositie ga je knieën optrekken, achter elkaar door, doe je 10 seconden. Daarna weer 20 seconden in de plankpositie. Daarna 10 seconden weer mountain climbers. Ja? Dus een tabata, 20 seconden werken, 10 seconden rust. Kun je dat niet? Maakt helemaal niet uit. Je hoge plank pak je hem op je elleboog in je tenen, 20 seconden vasthouden en daarna 10 seconden elke keer knieën optrekken. Ja, je kan hem in snel tempo doen, maar je kan ook knieën optrekken, heel goed. Is dat te zwaar? Blijf gewoon in die plankpositie vaststaan. Ja. Dus 20 seconden werken in een hoge plank, 10 seconden mountain climbers. Ja, tabata. We gaan niet de volle 8 rondes doen, we doen even 6 rondes. Ja. Buik hier warm krijgen en de core opwarmen. 10 seconden, we gaan beginnen. 3, 2, 1. Ja, dan beginnen we in een hoge plank. Goed knijpen in die buikspieren. Wat niet wil zien is een holle rug. Dus niet je heupen naar beneden laten hangen. Ja, ook niet de billen omhoog. Liever wel dat je billen iets hoger doet dan een holle rug. Maar je wil eigenlijk, zeg het al, een plank maken. Ja, zo recht als een plank. Buikspieren aanspannen, je core aanspannen. Ja, kom maar, gaan we mountain climbers doen. Trek je knieën in een hoog tempo, duw ze naar die ellebogen toe. 3 seconden nog. En vasthouden weer. In die plank. Gaan we naar ronde 2. Gewoon rustig blijven ademen. Buikspieren aantrekken. Vijf seconden nog, kom op. En weer, kom maar, trek die knieën op. Hoog tempo. Ja, lukt dat niet? Gewoon elke keer een knie. En vasthouden weer. Ja, dus is hij te zwaar? Ga naar die ellebogen toe. Ja, is dit te zwaar? Ga je straks gewoon elke keer een knie optrekken.
klaar, maandenklimmer. Zit in ronde 3, kom op, tempo is omhoog, hè mensen. Breng de oefening in, zijn we goed warm. Yeah, hou weer vast die plank. Die begint het ook zwaar te krijgen, ze kunnen nog geen hoge plank meer vasthouden. Maakt niet uit, pak hem gewoon op jouw niveau. Ja, yeah, kom maar, 10 seconden weer. Even volhouden nog. Eén ronde. Kom op, Lennart. Kom op, knie optrekken, knie optrekken. 10 seconden, jongens. Laatste ronde. Kom op. Finale even rust. Finale even rust. En rust. Kom weer omhoog. Was die jullie net zo pittig als voor deze, jongens? Maakt niet uit. Komt helemaal goed. Tijd weer voor een slokje water. Kun je even bijkomen? Hier een slokje water, niet nodig hier. Kijk nog niet. We zitten pas op de helft. Ja, dus we kunnen even tempo omhoog gooien en even iets zwaarder maken de training. Tuurlijk. De jongens zijn er klaar voor. En jullie hopelijk ook. Gaan we weer even een beetje schaduwboksen. Ja, deze hele training gaan we geen gebruik maken van de materialen. Alleen de jongens gaan gebruik maken van de boksen. Die hebben jullie thuis misschien niet. Of wel. Maar wat je dan kan gebruiken als alternatief. Is een stoel of je bank, maar daar komen we straks aan toe. We gaan eerst weer even een combinatie schaduwboksen. Een combinatie van stoten en een combinatie van trappen. Vrij simpel. We gaan een linksie directe, een rechtsie directe, een linkerhoek en een rechte low kick doen. Yeah? Dus het is een jab, cross, left hook, right low kick. Yeah? Jab, cross, left hook, right low kick. We gaan weer op mijn tel doen. Yeah? Dus die hele combinatie weer op mijn tel. Kan weer blijven staan als je net begint. Gewoon in je basispositie blijven staan. Ja, dan ga je stoten. Zorg dat je heupen indraait. Ja, instappen bij die trap. Gewoon die trap eruit. En je gaat weer staan in je basishouding. Ja, ben je wat gevorderd? Mag je bewegen in de ballen van je voet. Pak ook een verschillende aanvalshoeken. Let wel op. In die omgeving. Dat je niet vaas van de tafel trapt of tegen je tv. Dat willen we niet hebben. Ja, maar je mag ook bewegen. Gaan we weer. Schud alles even los. Gaan we klaarstaan. Dus de combinatie is jab, cross, left hook, right low kick. Yeah. Linksje directe, rechtsje directe, linkerhoek, rechter trap. 3 stoten, 1 trap. Kom aan, gaan we weer bewegen. Ja, we zijn warm, dus ik wil krachtig stoten, krachtige trappen. Ja, 1. 2. 3. We bewegen, 4. Veel namen zoeken. 5. 6. Kijk, combinatie zit erin. Meer power, meer snelheid. Blaas uit. 7. 8. 9. En 10. En schud weer even los. Even op adem komen weer, gaan we dezelfde combinatie doen, alleen contra. Yeah. We beginnen met een cross, jab, right hook, switch, left low kick. Yeah. So, jab, cross, right hook, left low kick. Yeah. Dus een rechtsje direct, een linksje direct, een rechterhoek, switch, linker low kick. Yeah. Gaan we weer staan, yeah. We zijn even op adem gekomen, tussendoor als je rustel pakken, diep neus in. Mond uitblazen. Ja, reguleer je weer even je ademhaling. Bijvoorbeeld we uitblazen bij elke stoot, elke trap. Dan hou je ademhaling ook gereguleerd. Ja, op één tempo. Dan raak je niet zo snel buiten adem. Ja, dus we gaan weer staan in onze boxhouding. Handen hoog. Ja, weer bewegen in de bal van je voet. Gewoon weer een combinatie maken. Weer 10 keer. Ja, 5 keer. Even gebruik om die combinatie erin te krijgen. Dan 6 tot en met 10. Power en snelheid erin. Ja, 1. 2.
3, 4. Daar zit er nu goed in. Iets meer power, iets meer snelheid erin. 5, 6, 7. Kijk, krachtig en snel stoten. Harde trap. 8. 9. Denk om je dekking. 10. En rust. Schud hem even los. Deze combinatie komt straks weer terug. Ja, gaan we nu niet meer doen. Dan kom straks wel weer terug. Plak hem even aan elkaar. Ja, dus onthoud deze combinatie even. Deze twee combinaties gaan we straks achter elkaar doordoen om één lange combinatie te maken. Dus we nu twee 3-tellen combinaties, twee losse 3-tellen combinaties en straks maken we 1-6-tellen combinatie van. Daar gaan we ook weer twee setjes van doen. Even een bodyweight exercise, gaan we triceps even overwarmen. Pak de stoel of de bank als je geen plyo box hebt. Zet de handen op de box zoals Davy doet. Loop naar voren, benen uitgestrekt, zak je in naar de grond toe en dan duw je weer omhoog. Ja, zak in, duw jezelf weer omhoog. Zak in, duw jezelf weer omhoog. Gaan we ook weer 10 keer doen op mijn tel. Ja, gaan we 10 keer doen op mijn tel. Is dit te zwaar? Ja, je voet iets meer bij elkaar. Ja, dicht bij de box, benen gebogen. Ja, zo ja. Moet je ietsjes lichter. Of ga minder diep. Of pak hem op een hoog of een lagere stoel of een lagere bank of wat je hebt. Ja, en dan ga je even zitten en duw jezelf weer omhoog. Gaan we 10 keer doen op mijn tel. Maak jezelf klaar, en dan 10 keer mijn tel. Ja, 1. Zorg dat je de oefening dynamisch uitvoert. Langzaam naar beneden, langzaam omhoog. Ja, 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Triceps een beetje opgewarmd, gaan we ook omdraaien. Ja, dan plaatsen we onze handen voor ons, op de stoel, op de box, op de tafel, hoe je wil. Gaan we een incline push-up doen. Ja, een incline push-up heet dit. Ja. Wat je wil gaan doen, helemaal plank maken van jezelf, buikspieren aanspannen, koren aanspannen. Zak je in met je borst tot aan de box en duw jezelf weer omhoog. Gaan we ook weer 10 keer doen, met mijn tel. Klaar van plannen? Ja. Kom aan, dan maak je helemaal recht. Goede plankpositie aannemen, ook weer 10 keer. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed, kom heel los. We hebben weer even een bodyweight exercise gehad. De triceps opgewarmd, de borstspieren een beetje opgewarmd. Gaan we naar de volgende oefening. Wat we gaan doen. Dus 15 seconden gaan we een combinatie maken. Ja? Alleen maar stoten. Eerst 15 seconden. Begin je met een jab. Cross, left hook, ja, doe je 15 seconden lang. Hoor de piep gaan, gaan we naar de tweede combinatie. Cross, jab, right hook, ja. En daarna gaan we naar de derde combinatie. Alles aan elkaar. Dan blijf je continu doen. Je hebt ze eerst 15 seconden, geen alleen maar. Jab, cross, left hook. Jab, cross, left hook. Jab, cross, left hook. Tweede combinatie, 15 seconden lang, ja. Cross, jab, right hook. Jab, cross, right hook. Jab, cross, right hook, ja. Derde combinatie, koppeljes aan elkaar. Ja, dan is het continu achter elkaar door. Jab, cross, left hook. Jab, hook, right hook. Ja, dus links je direct, rechts je direct, linkerhoek. Rechts je direct, links je direct, rechterhoek. Achter elkaar door. Ja, eerste 15 seconden, 3-tellen combinatie. Tweede 15 seconden, weer 3-tellen combinatie. Daarna 6-tellen combinatie. Achter elkaar? Achter elkaar. Doen we 3 rondes met 15 seconden rust tussendoor. Dus je bent 45 seconden aan het werk. 15 seconden rust. Gaan we weer 45 seconden werken. Weer 15 seconden rust. Weer 45 seconden werken. Ja? Dus 3 keer 15 seconden achter elkaar. Met 15 seconden rust tussendoor.
Bij de derde piep gaan beginnen. Derde piep gaan beginnen. Ja. Achter elkaar door, gewoon ontspannen stoten, maar wel snelheid erin houden. Ja, yeah, kom maar. Jab, cross, left hook. Jab, cross, left hook. Links direct, rechts direct, linkerhoek. Achter elkaar door, gewoon ontspannen stoten. Even stoten. Heel goed. Gaan we over naar rechts direct, links direct, rechterhoek. Ja, yeah. Cross, jab, right hook. Cross, jab, right hook. Cross, jab, right hook. Ja. Yeah. Blijven stoten, achter elkaar door, gewoon spannen, wel tempo erin houden. Ja, yeah, kom maar, 50 seconden, achter elkaar, ja. Yeah. Links, rechts, linkerhoek, rechts, links, rechterhoek. 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 Rechts, linkerhoek, rechts, links, rechterhoek. 15 seconden rust, nog een keertje. Ja, yeah. Kom naast, begint een beetje in te komen. Was het oefenrondje, gaan we voor het echi. Ja, tempo erin houden, front tempo en ontspannen blijven stoten. Ja, kom maar. Blijven stoten, kom op. Tempo erin houden, weer tempo erin te houden. Ja, kom maar, rechts, links, rechterhoek. Ja, cross, jab, right hook, jab, cross, right hook, jab. Kom maar. Rechts, directe, rechterhoek. Rechts, links, rechterhoek. Stoten, kom op. Ja, plak ze elkaar. Kom maar. Links, rechts, linkerhoek, rechts, links, rechterhoek. Links, rechts, linkerhoek, rechts, links, rechterhoek. Blijf stoten, kom op. Blijf stoten, kom op. Hier kom je dekking, tempo erin nou. En rust. Twee ronden. Gaan we alles geven. Kom maar, kom op plannen, doorgaan, kom op. Tempo erin Dave. Thuis ook, kom op. En de laatste gedeelte van de training. Ja, we moeten niet snel stuk gaan, blijf stoten, kom op. Tempo erin. Rechte stoot eerst. Eerst cross, jab, right hook. Kom op, alles achter elkaar. Bij drie telecombinaties, stoot, combinaties en zes telecombinaties. En rust. Schud even los. Kun je over paden komen, diep neus in, mond uitblazen. Dan gaan we weer naar de grond toe, push-ups. Gaan we hand release push-ups doen. Ja? Zo gaan we beginnen, plat op onze buik. Helemaal plat, handen los. Op mijn tel zeg ik 1, vuist in de grond. Plank maken, duw jezelf uit en je komt los. Handen los. Ja, hands release. Doe ook weer, 10 keer. 1, 2, explosief omhoog en weer in laten zakken. 3, heel goed doen. 4, explosief omhoog en weer in laten zakken. 5, explosief omhoog en weer in laten zakken. 6, explosief omhoog en weer in laten zakken. 7, 8, 9, uitduw Dave, 10, heel nog sterker, zo ja, schud hem weer los. Overlichaam even aardig gehad, ja. Gaan even de beentjes pakken. Begin straks in een squat hold, ja. Squat hold. Dan gaan 15 seconden onderin vasthouden. Voor de piep gaan, gaan 15 seconden een jumping squat van maken. Ja. Spring de lucht in, zak weer in. Spring de lucht in, zak weer in. Ja, je begint in een squat hold. 15 seconden, straks 15 seconden op mijn tel. Zeg ik 1, spring de lucht in, zak weer in. 2, spring de lucht in, zak weer in. Op de tel? Ja, op de tel van mij. Ja, dus de tweede 15 seconden gaan we op mijn tel springen. Tussendoor 15 seconden rust. Gaan we twee rondes doen. Dus 15 seconden laag blijven, 15 seconden jumping squats. Ja, schud je benen even los, schud je armen even los. We zijn weer op adem gekomen. De volgende piep gaan we weer inzakken. Zo, een beetje squat op, borst vooruit, rug recht. Ja, knieën voorbij, tenen. Ja, kom maar, squat hold. Ja, dus je houdt de squat, die houdt je vast.
borst vooruit, rug recht. Ook als een oefening voor de benen, buikspieren aanspannen altijd. Zorg dat je core aangespannen is. Mijn tel, na de piep, mijn tel, gaan we springen. En laat je in de squat. 1, 2, we kunnen best iets hoger opspringen jongens. 3, klein temperatuur, die hoeft niet zo hoog. 4, 5, 6, en rust. 15 seconden rust. Kun je armen voor je houden tijdens het springen, maar je kan ze ook afslaan. Ja, dan wen je meteen aan de beweging zodra je gaat trappen, benen strekken, armen strekken. Ja, dus benen strekken, armen strekken. Ja. Kom maar, zet hem erin. Laatste ronde jongens, kom op. Hey. Mokken we zijn strafbeurtjes op, hè? 2. Die hebben we straks ook te pakken dankzij deze. 3. 4. 5. En rust. Neem even een slokje water thuis. Kun je even bijkomen. Die mogen ook een slokje water nemen als het nodig is. Dan een stoten combinatie combineren met trappen weer. Ja, naast het eerst stoten trap, weer stoten trap. Ja, dat is een beetje variant op de eerste oefening die we hebben gedaan. Neem die boxhouding aan. Ja. Gaan we links direct, rechts direct, linkerhoek, middelhoogtrap rechts. Ja. Links direct terugkomen, rechterhoek, switchen, middelhoogtrap links. Ja, dus 3 stoten trappen, 2 stoten trappen. Ja. Dus we doen een jab, cross, left hook, ja. Right mid kick. Jab, right hook, switch, left mid kick. Yeah? Die doen we achter elkaar. Yeah? Dus een links direct, rechts direct, linkerhoek, middelhoogtrap rechts. Links direct, rechterhoek, switchen, middelhoogtrap links. Yeah? Gewoon weer doen. Gewoon weer bewegen de ballen van je voet. Als je gevorderd bent, pak verschillende aanvalshoeken. Weer 10 keer. Yeah? 2 setjes. De eerste 10 doen we van erin te komen. De tweede 10 gaan we explosief doen. En hard en snel. Met even rust tussendoor. Ja, dus rustig aan bewegen. Rustig aan de combinatie erin. Ja, 1. Jab, cross, left hook, right kick. Jab, left hook, left kick. Ja. 2. 1, 2, 3. Trap. 1, 2. Switchen, trap. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En rust. Zet hem even los. De combinatie zit er lekker in. Gaan we nog één keer doen op tempo. Ja? Zelfde combinatie mag je doen. Hoog tempo. Mag ook wat hoger trappen als je dat kan. Ja? We zijn nu aardig warm. Let op je omgeving. Zorg dat je geen spullen raakt. Dat we geen blessures hebben. Ja? Gaan we klaarstaan, zelfde combinatie weer. Ja? Bewegen, de ballen van je voet, teen hoog tempo. Ja? Snelle combinatie, harde stoten, harde trappen. Ja, 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, kom op jongens, bijna klaar, 9, 10, blijf thuis doorwerken, kom op,
En rust, heel goed. Lekker gewerkt weer. Heel even kort rust. Ja, even rust en dan komen we bij de laatste oefening van vandaag. Ja. Neem een slokje water. Weer een bodyweight exercise. Ja. We gaan hem weer een Tabata doen. 20 seconden, 10 seconden. 20 seconden, 10 seconden. En nu gaan we de rust wel geven zoals Dave net hem vroeg. Ja. Dus je krijgt 10 seconden rust tussendoor. Wat gaan we doen? We hadden eigenlijk wel een oefening, omdat Dave een fout maakt. En sommige mensen die weten het wel. Fouten van mij staan strafburpees op. Gaan we een Tabata burpees doen. Ja. 20 seconden een burpee, 10 seconden rust. Ja. Thuis zou het leuk zijn om het aantal burpees even bij te houden. Ja. Kun je thuis nog elke keer deze oefening even opnieuw doen. En probeer jezelf dan te verbeteren. Ja. Ga niet helemaal vol 8 rondes uitvoeren, maar 4 rondes. Wordt die zwaar genoeg. Maar je wil wel zoveel en zo snel mogelijk die burpee maken als je kan. Ja, dus 20 seconden burpee. Goeie burpee. Ja, die kun je eigenlijk opsplitsen in verschillende oefeningen. Eigenlijk is een squat naar beneden. Plaats mijn vuist op de grond. Kom in een plankpositie. Zeg heel veel naar de grond toe, want ik wil mijn borst de grond aanraken. Kom in een plankpositie omhoog. Spring naar voren. En ik ga weer rechtop staan. Ja, vuist naar de grond. Plat op de grond. Spring naar voren. Heupen openen. Ja. Maak de hele beweging af. Zorg dat je rechtop staat. Dus geen halve burpees maken. Ga misschien lekker snel. Maar die tellen niet bij mij. Ja? Range of motion. Gebruik de hele beweging. Ja? Dus maak de beweging af. Dus we gaan naar de grond toe. Vuist naar de grond. Naar beneden. En spring erop. Lukt het niet? Maakt niet uit. Ja? Alternatief. Dus gewoon een squat naar beneden. Ga je naar een plank. Ga je naar je knieën. Plat op je borst. Kom weer terug op je knieën. Probeer hier naar voren te springen. Lukt dat niet? Stap gewoon omhoog. En gaat staan. Ja? Dus ga naar achteren, naar de grond toe, billen omhoog, stap naar voren en ik ga weer staan. Twee vereisten hierin, helemaal plat op de grond en bovenin helemaal rechtop staan. Sommige mensen willen springen, mag ook, wat je wil. Als je maar de grond aanraakt, bovenin je hele lichaam gestrekt hebt, heupen openen. Ja? 20 seconden gaan we die oefening doen, 10 seconden heb je rust. En probeer zoveel mogelijk herhalingen te maken als je kan. Derde piep, gaan we weer beginnen. Ja. Dus na de rust heb je 10 seconden. Bij 3 seconden begint hij de eerste piep. Heb je 3 piepjes, weet je dat je weer moet beginnen. Gaan we 4 rondes doen. Ja. Dus 20 seconden werk, 10 seconden rust. Laatste oefening. Ja, even alles geven. Laatste ook wat we doen. Dus even gas erop. Ik doe 1 ronde voor de jongens straks. Dankjewel. Dan mogen ze het tempo bepaald. En dan kunnen we het wel doen. Kom maar. Kom op. 7 seconden omhoog. Snel naar de grond, snel omhoog. Snel naar de grond, snel omhoog. En rust. Kom maar, ronde 2. Kom op, zoveel herhaling maken als je kan. Rust. Kom op, nog 2 rondes, Lennart. Kom op. Ja, kom maar. Ronde 3. Kom op, tempo erin houden. Ja. Eigenlijk kon je 11 rondes sneller gaan. Niet langzaam breken. Kom op. Even doorpushen, bijna klaar. Juist, nog 1 ronde. Laatste ronde. Thuis nog even 20 seconden. Kom op. Dan zijn we klaar. Kom op. Tempo erin. Kom op, kleine. Laatste 7 seconden. Kom op. Tempo sneller. Kom op. Ah.
Nou, de jongens hebben denk ik een goede workout gehad. Zo ziet het er in ieder geval wel uit. Ik denk dat het thuis niet anders geweest zal zijn. Dit was hem ook weer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Goed getraind hebben. Gebruik hem ook als inspiratie natuurlijk voor je eigen trainingen thuis. We komen vanzelf deze periode weer door. En dan zien we jullie weer na 19 januari.